als wappies en als laag opgeleide complotdenkers en zo. Alles wat we hebben gezegd is tot nu toe uitgekomen. En we moeten gewoon met elkaar in gesprek blijven gaan. En de pers heeft een heel belangrijke rol hierin, vind ik. Omdat de pers die bepaalt wat mensen van ons denken, hoe mensen ons zien. Want zoals je ziet, dit zijn gewone mensen, weet je wel. Maar als dit in de pers komt, dan doen ze de hooligans in beeld. En dan doen ze de uberwappies in beeld. Die als een aardbeidje verkleed rondlopen. En die maar dat ga ik niet doen hoor. Gaan schreeuwen en zo. Nee, jij doet dat niet. Daarom praat ik met jou. En dat we gewoon met elkaar in gesprek blijven. Ja, daar zijn we altijd op uit, op verbinding. En dat is de oplossing? Ja, maar de pers heeft een hele belangrijke rol erin. En jij doet het goed. Maar heel veel dus niet. Heel veel kranten en nieuwszenders die zetten ons heel graag weg als gekkies. Want dat is nogal grappig, sensationeel en zo. Maar het is heel slecht. Wij mogen nu niet eens meer op terrasjes, weet je wel. En mensen vinden het normaal. We mogen niet meer naar binnen in dingen en zo. Het is bizar wat er gebeurt. Het is die tweedeling waar ik het over had. En die is nog niet afgelopen. Nee, laten we hopen dat het snel wel is afgelopen. Ja, hopen en ons best doen. Ja, dank je. Ja, ik ben activiste, dus ik ga niet thuis zitten wachten en hopen. Ik sta op straat en zo. Oké, dank je wel. Ik wil mijn tocht inhalen. Ja, ik ga rennen. Nou, ja. Okay, dame. Doei. Doei, doei. Doei. Kom, we gaan. Ja, ik moet even affilmen. Nou, dat was even snel een interviewtje. Dus daar gaat ze weer. Nou, kort maar krachtig. Doei. Kom, we gaan rennen.